nooit gedacht in die tijd dat ik als klein student nog niet goed weet in welke richting dat ik in mijn leven wou, welk vak wou, wist ik ook. Ik wist nog niet dat ik fotografie wou doen en dat ik dan hier eigenlijk op verboden terrein was als kwajongen. En 20 jaar later sta je hier rond uw werk in dat gebouw weer, helemaal leeggemaakt. Over beeld gesproken, ik heb hier al veel gefotografeerd. Ik heb nog altijd geen goede foto van het gebouw. Het is te vreemd om te fotograferen. Het is je kan het misschien met 4 foto's vertellen, maar je kan het niet op 1 beeld krijgen. Want je hebt het dak natuurlijk die gigantisch is en dan heb je de muur en de rare vloer en dan de andere. Dus, het is bijna een arena. Een arena van bekende Belgische mensen. Het boek is eigenlijk opgedragen aan al mijn vrouw, maar ook aan alle mensen die niet meer onder ons zijn. En het doet zeker iets. En dan zie je ook in de tijd verglijden. Je ziet, als ik jong was Hugo Claus een oude schrijver, maar hij schreef nog. Terwijl nu is hij er niet meer. En zo is het vaak met veel mensen. En het doet altijd vreemd als ik een telefoon krijg van, kan je die foto opsturen? Zeker als ik weet, hier is iemand die oud is of ziek. Dan denk ik van, ja... Het was eigenlijk de eerste. Hè. Het project heet eigenlijk Portret 1989-2009. En dit is 1989. Ik was nog student fotografie. En dat was eigenlijk mijn eerste, goed naar mijn mening, een goed portret. En het is een portret van de schilder, de surrealist Paul Delvaux. Vrij op het einde van zijn leven. Ik denk dat hij 4 jaar later gestorven is. En met zijn zieke vrouw die in de achtergrond liep. En ik herinner me dat ik via mijn schoonvader, die hem verzorgde, kon ik even meegaan en was er een afspraak gemaakt dat ik hem mocht fotograferen. En, ik herinner me, het was een herfst en hij stond denk ik op mij te wachten en heb ik nog een lekkere whisky gedronken. Het was de eerste keer dat ik whisky dronk trouwens. Maar het was eigenlijk goed, want dan was ik gewoon rustig, want ik was toch een beetje zenuwachtig. Ik had nog nooit een bekend iemand gefotografeerd en Paul Delvaux is toch een van onze grootste, bekendste schilders. Dus ik was eigenlijk zenuwachtig en die whisky heeft me dan wel een beetje tot rust gebracht. Maar door die foto en door deze tentoonstelling ben ik weer verplicht geweest om na te denken van hoe was het ook weer? Ik ben door dat park gegaan met ik herinner me ook weer het fototoestel dat ik dat gemaakt. Ik herinner ook me wat dat hij mij vertelde als ik de week daarna terugkwam. Want hij was blind gekomen en ik kon bijna niet meer zijn eigen foto zien. Maar hij voelde dan wel aan, hij streelde eigenlijk over de foto en hij zei van ça me semble une belle photo. En dat was voor mij eigenlijk plezier om te horen, omdat mij dan wel wat zelfvertrouwen gaf. En dan dacht ik van, misschien is dit leven als fotograaf wel een boeiend leven. Dan heb ik geprobeerd om dit vol te houden.
zijn een selectie van bekende Belgen en ook een paar Nederlanders die in België dan wel gekend zijn. Dus na verloop van jaren was ik altijd voor de krant, voor de morgen eigenlijk, portretten aan het maken van schrijvers en kunstenaars en soms politiekers en sportmensen. En op een gegeven moment dacht ik van, ik wil dat ooit wel een keer bundelen, dus ik had dat wel al in mijn achterhoofd. En dan kreeg ik eigenlijk een mooi aanbod van uitgever Lano van een boek te maken. Ik dacht van, ja, het is het moment. Het is het moment om op te bundelen. En dan kwam ik ook tot de constatatie dat mijn eerste foto eigenlijk 20 jaar geleden was. Dus het plaatje klopt eigenlijk helemaal. En ik ben eergisteren 40 jaar geworden. En als ik dan zie 20 jaar, 40 jaar, de helft van mijn leven. Dus ook dit klopte dan ook weer. Schaduw en in de luwte zal kruipen en dat ik aan een nieuw project zal beginnen en weer hard werken en doen wat dat mij graag doet en daardoor hopelijk ook met mooie resultaten.